Sportpark houdt rust. Thijs Basis van Scheveningen. Excelsior Maassluis is de tegenstander. Scheveningen heeft 10 punten. Excelsior Maassluis 14. Wat Excelsior Maassluis eigenlijk dit seizoen doet, is heel veel gelijkspelen. Dat gebeurde al 5 keer. Ja, Scheveningen niet in vorm. En kijk eens wie er wel in vorm is. Dit is Pieter Langendijk. Hij maakte er al 5 in de laatste 4. En daar komt dus nu een 5e wedstrijd op rij bij dat hij een doelpunt maakt. Het is sensationeel. Uiteindelijk scoort hij al zijn 9e van het seizoen. Ja, en Scheveningen heeft het lastig. Het ontbreken van scorend vermogen is misschien wel het grootste manken bij Scheveningen. Mike de Niet bijvoorbeeld maakte er vorig jaar 18. Heeft er nu nog maar 2. En is gewoon niet in vorm. Maar vaak speelt Scheveningen na de winterstop veel sterker. Hier, Excelsior Maassluis. Komt het in de 1-op-1? Komt het in de 1-op-1? Ja, maar de 1-op-1 wordt uiteindelijk gewonnen door de doelman van Scheveningen, Sven van der Maten. En zo zie je dat Langendijk dus ook kan falen als hij in scoringspositie komt. Oudspeler die opgeleid is bij Sparta in Rotterdam. Daar, Box. En nog een keer Box. Schot uit de tweede lijn. Waar Lex Immers ook in de buurt staat. Is van Jari de Jong. Ja, publiek de laatste tijd niet verwend in Scheveningen. Wel hondstrouw. Houtrust is natuurlijk een icoon in de voetbalwereld. Aldo Gan. Dreigend angelpunt van het elftal van John Blok. En daar is Lex Immers. Immers. Nou ja, zijn voorzet zou zomaar eens verwerkt kunnen worden tot een doelpunt. Maar ja, dat zou en dat kan. Het probleem is alleen dat het niet gebeurt. Rodney Lopez Cabral krijgt hem er dus niet in. En Scheveningen heeft met regelmaat de bal. Nou, dit is een goeie. En dit zou de kans kunnen zijn, maar gaat er weer niet in. Mike er niet. Wel vader geworden en dat zal hem veel vreugde geven. Maar vreugde van zijn doelpunten heeft hij tot nu toe niet. Omar Kwali. Eenmaal kwijt. En een bekeken schot. Maar Van der Maten op de post. Om de tweede van Excelsior Maassluis te voorkomen. Het zal niemand verbazen dat dit weer Langendijk is. Die op goal schoot. Ja, het is een fenomeen. En er staat in deze fase geen maat op hem. En deze kopbal is van de verdediger. Urbanus. En hier in de slotfase is zelfs doelman van de Maten mee. Kijk, en die gaat daar wel de lucht in. Hoeft niet te koppen. Want de bal verlaat het hoofd van Lex Immers. Maar doet dat onzorgvuldig. De tijd gaat dan dringen. Op het winderige Houtrust. Doelman is nog steeds mee. Aldogan vliegt daar door het strafschopgebied. Maar ja, alles is zo'n beetje voor de bal. En de doelman is weg. En deze gaat er net naast. Het was het proberen waard. Omar Wali en deze man is blij. Dogan Corneille wint van John Blok. Het is Klein de overwinning.